Hij is ook teruggekomen. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik ben de dag gestart met een duik te gaan nemen in de Blaarmeers. Ik heb dat niet gefilmd, want ik moest super druk in het toilet. Ik ben uit mijn camper gesprongen, ik ben naar het toilet gegaan en ik dacht, ik ben hier nu toch. Ik ga op het gemakje nog een duik gaan nemen. In ieder geval, het weer. De zon is er opeens doorgekomen. Hoppa. De zon is er opeens doorgekomen. Het is redelijk bewolkt en deze morgen was het eigenlijk echt wel slecht. Heel raar hoe dat het weer zo kan omslaan. Gisteren was het super goed weer, overdreven warm en vandaag valt het wel mee. Maar nu dat ik deze zon zo zie blazen, gaat het denk ik ook warm worden vandaag. Het zou moeten regenen vandaag, dus laten we hopen dat dat niet doorgaat. Soms is het weerbericht juist, maar soms ook niet. Maar vandaag hoop ik echt dat het niet juist is. In ieder geval, ik ga ontbijten. Ik heb hier trouwens al met een beetje klaarstaan. Het enige wat ik er nog moet bij doen is sojamelk. Waar is de sojamelk? Waar is de sojamelk? Hoppa, hier. Super nice. Let's go. Ik ben ondertussen al naar het wassalon gegaan. Mijn clips waren daar net aan het uploaden, dus ik kon eventjes niks doen met mijn camera. En hoppa, hier zijn we. Ik heb deze bak mee voor de propere kledij. Mijn iPad zit er ook in, want ik ga waarschijnlijk nog eventjes moeten wachten tegen wanneer dat mijn kleren gedroogd zijn. Maar als alles goed is, is de wasmachine nu ready. Hoppa. Hoppa, de was is weer gedaan. Super proper. Het heeft trouwens nog warm. Kennen jullie dat? Als de kleren uit de droogkast komen, dan is dat zo lekker warm. Mijn moeder gaf altijd zo een warm deken toen ik klein was. En dan ging ik dat zo met mijn gezicht opleggen. Dat is super nice. Jullie weten wel wat ik bedoel. Als ik naar het wassalon ga, zijn mijn kleren altijd beter gewassen. Die wasmachines zijn blijkbaar gewoon beter. Het zijn van die echte professionele. Het is zachter. Het ruikt lekkerder. En ik vind het persoonlijk veel chiller dan thuis. Het kost natuurlijk wel geld, maar thuis betaal je ook extra elektriciteit, waterverbruik en natuurlijk ook je wasmachine die waarschijnlijk 500 of 1000 euro kost ofzo. Ik zie hier ook allemaal sigaretten liggen. Ik heb hier gisteren met mijn blote voeten zitten lopen. Dus dat is echt wel vies. Ik zie het nu pas. De vorige guy dat hier stond was een kettingroker. Check deze sigaretten. Dat zijn van die Basto sigaretten. Jek, jek, jek. Dat is echt wel vies, niet te geloven. Dat zijn die zwaarste sigaretten. Deze guy heeft trouwens ook een super vette setup. Check it. Een Westfalia en een brommer van achter. Ik vind de kleur niet zo mooi, maar ik vind het wel een harde setup. Sowieso. Ik ga nu ontbijten. Ik heb daarnet al ontbijten, maar ik ga nog een beetje meer ontbijten. Want straks ga ik fietsen voor Deliveroo. Daarna komt normaal de homie Grain. Die komt hier ook werken voor takeaway. En die komt waarschijnlijk ook logeren in de bus. Dus het worden echt wel super chille vlogs. Ik kijk er echt naar uit om te chillen met de homie. Joe! Ik ben hier ondertussen aan het knallen voor Deliveroo. En ik heb sinds de laatste maanden, of ja, sinds dat ik hier terug gerend ben, heb ik nog nooit zo'n goede sessie gehad. Dus bestelling achter bestelling. De afstanden zijn meestal niet te lang en de prijzen liggen nog redelijk goed. Ik ga jullie keer tonen hoeveel ik heb verdiend in 1 uur en 26 minuten. Het is echt ongelooflijk. Ik heb al 6 bestellingen weggedaan en ik heb 29 euro verdiend. Wow. In 1 uur en 26 minuten. Dat is echt wel goed. Check die shit. Super nice. In ieder geval, ik ga nu nog mijn laatste bestelling doen. Daarna richting de camper. En als het goed is, gaat Grain daar dan ondertussen ook al bijna zijn. Let's fucking go. Het zonnetje schijnt, ik ben fucking stoked. Joe! Nice. Holy shit, super vet. What the fuck. Ik heb een lekkere maaltijd gekocht in de Delijs. Ik kon het niet laten om daar gewoon zo'n opwarmmaaltijd te gebruiken en de microgolf te gebruiken van de Delijs. Super nice, dat is stoofvlees met appel
en puree. De homie Grain is ook toegekomen. En ziet het zitten? Ja, maar ja. Jullie wisten het waarschijnlijk nog niet, maar Grain is sinds kort dakloos geworden. Dus die komt eventjes bij mij overnachten voor een periode. Niet waar? Ja. Kun niet anders. Oké, ik ga eten. Hoppa, het gaat super hard smaken. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Joe. Succes op de eerste werkdag. Dank u wel hoor. Tot straks. Tot straks. Stuur wanneer dat je gedaan hebt. Yo. Oké, super vet. De homie Grain. Die gaat zijn eerste shift doen bij Takeaway. Hij heeft ook altijd Deliveroo gedaan, maar ik heb hem binnengefixt bij Takeaway. Dus hij gaat ook Takeaway knallen, sowieso. Ik ga nu naar de Decathlon, want zoals jullie weten, mijn ketting van mijn BMX is gebroken. Ik ga een nieuwe kopen. Ik ga die erop laten. De homie Grain heeft een kettingbreker voor mij mee. Super chill. En dat is dus hetgeen dat ik nu ga doen, sowieso. Daarna mijn vlog uploaden. Eventjes chillen in de CBD-shop, want daar is het beste internet. En de homie Gucci is gewoon een super chille gast. En dan richting de bus mijn BMX maken en sowieso een sessie knallen. Sowieso, we gaan BMX vandaag. Joehoe! Als jullie ooit in Decathlon zijn en jullie hebben een ketting nodig voor jullie BMX, neem deze. Het is super easy, er staat een BMX'je op. Hoppa. En deze is van KMC. Waarschijnlijk weet niemand wat ik bedoel met KMC. Maar KMC is eigenlijk gewoon een merk van BMX kettingen. En in Decathlon hebben ze exact dezelfde ketting voor een goedkopere prijs liggen dan in de BMX shop. Dus dat is echt wel super chill. Deze ketting is de shit. Ik ga nu richting de CBD shop. Ik ga mijn vlog uploaden. En ik ga misschien daar nog iets meenemen. Ik zie wel, vandaag alles op het gemakje. Ik ga zo blij zijn als ik terug ga kunnen BMX. Joe! Super chill, mijn ketting zit er ondertussen al op en het ziet er goed uit. Hij spant perfect en mijn wiel is helemaal slammed. En slam betekent dat mijn wiel helemaal naar achter zit. Dus de ketting gaat niet meer te snel slap worden. Ik wist vandaag niet welke titel dat ik moest gebruiken voor de vlog. Want zoveel had ik niet gedaan en het was gewoon een relaxe dag. Ik wist gewoon geen titel. Dus ik dacht, ik ga deze titel gebruiken. Hoppa. Oei, nu weten jullie de toegangscode, maar dat maakt niet uit. Het is toch 000. Alle comments krijgen een hartje. Ondertussen heeft de video 5,3k views. En check dit, mensen. We hebben 1,1k reacties. What the fuck. Ik heb ze al bijna allemaal een hartje gegeven. Ik heb er superveel tijd in gestoken. Dus nu ga ik eventjes stoppen met heel de tijd een hartje te geven. En ik ga vanavond alle comments een hartje geven. Dat gaat eventjes werk zijn, maar ik heb het mezelf eigenlijk gewoon aangedaan. Wow, yo, ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Maar er zitten hier echt wel superveel muggen. Deze eend komt ook een goede dag zeggen. Hey! In ieder geval, ik ga nu waarschijnlijk mijn BMX pakken. Een toertje doen, want het is eventjes geleden dat ik heb ge-BMX'd. Het is ook eventjes geleden dat ik me echt goed heb gevoeld. En vandaag is mijn BMX gefixt. Vandaag voel ik me goed. Het is ook super goed weer. Dus we gaan richting de Bluimeersen, helemaal op het gemakje, een lekkere sessie gaan knallen. Sowieso, ik heb er zoveel zin in. Daarna waarschijnlijk een duik in de Bluimeersen, daarna relaxen. En de homie Grain gaat dan ook waarschijnlijk klaar zijn met de shift. Ik ging normaal vanavond nog voor Deliveroo rijden, maar er was geen één sessie beschikbaar. Dus ik kon niet rijden. Helaas, pindakaas, niets aan te doen. Nog eventjes mijn voeten verfrissen. Oh, what the fuck. Oké, dat doet echt wel deugd. Dat is niet normaal hoe chill dat kan zijn voor heel je lichaam ook. Als je zo gewoon je voetjes erin doet. En ik noem dat poortjebaden. Ik weet niet hoe dat jullie dat noemen. Maar ik noem het poortjebaden. Ik zie jullie later en dat gaat waarschijnlijk op de BMX zijn. Joe. Nice. We zijn op het skatepark. Hoppa. Super chill, ik heb daarnet al eventjes ge-BMX'd, maar nu ben ik opgewarmd.
net juist. Oeh, holy shit, die lijn is letterlijk verster. Fuck. What the fuck. Oké, okay. Laatste trick, ik ben helemaal buiten aan. Oh, kutzooi. Hey, de homie Grain is ondertussen nog toegekomen. Het is voor hem de eerste keer in zijn leven op de Blaarmuis. Hoe voelt het? Het is niet mijn eerste keer. Het is niet jouw eerste keer? Tweede keer of zo. Tweede keer, oké. Okay. Ik ga een duik nemen. Grain heeft het blijkbaar een rap koud, dus die durft geen duik te nemen. Nee. Maar morgen gaat hij erin, sowieso. Want mijn camper mag niet stinken. Die moet proper blijven. Sowieso. Wajow, het is daar een heel team aan het werk. Ik ga erin waar dat er geen zand is. Jullie kennen de spot wel. Nice. We zijn hier aan het water. Wajow, het zit hier vol met beesten. En ik ben hier in de kleinste boxershort ter wereld. Holy shit. Niet te geloven. Dat is de boxershort dat ik heb gekregen van een van de homies. Die wou zo'n grap uithalen dat hij mijn boxershort heeft gewassen. Maar uiteindelijk heeft hij daar gewoon een andere boxershort gelegd dat erop leek en twee maten te klein is. De homie Grain gaan we filmen. Zijn jullie er klaar voor? Wow, yo, check al die beesten boven Grain. Niet normaal. Oké, okay, let's go. Ik ga gewoon induiken. Zo ver mogelijk, want hier is het redelijk ondiep, dat weet ik. Woo! Nice! Nice! Oh my god! Het is hier heerlijk in het water. Lekker aan het zwemmen in de natuur. Woehoe! Nice, we hebben hier opeens frietjes. Ik heb frietjes met mayonaise en stoofvleessaus. Grain heeft frietjes zonder saus, een bami-schijf en ik heb een garnaalkoket. Eet smakelijk. Dank u wel, jij ook. Hè. Ik heb echt ook supergoed nieuws, niet normaal. De homie Louis is ook op komst. Die had blijkbaar vrij, die heeft hem geblesseerd ofzo en die moet niet gaan werken. Dus die guy is nu op komst en we gaan met drie en de camper slaan. Besef die shit, mensen. Drie mensen in de camper. Gaat dat passen? Ja, een beetje puzzelen. Voor puzzelen, maar het gaat wel lukken. Wij gaan hier lekker genieten, want ons eten is aan het afkoelen en ik ga gewoon alles zo rap mogelijk naar binnen spelen. Ik heb super veel honger na zo'n super heerlijke duik. Eet smakelijk als jullie ook iets aan het eten zijn. Joe! Nog iets te zeggen aan de kijkers? Geniet ervan. Geniet ervan. Het is zwaar wakker. Ik ben het aan op de hele tinker. Welkom Louis in de crib. Nice. Oké, okay, mensen, besef die shit. Wij gaan hier vannacht met drie slaan. Ik heb hier het bed al gefixt. Er ontbreekt wel één kussen, maar het komt goed. Wat is er? En die, dat die zeggen, man, je kan die runen in rechts staan. En die van jou. Jawel, dat kan ik ook recht staan. Het moet zo bidden. Oh ja, te veel haar. Ja, te veel haar. Bij de 1000 likes op deze video. Check hem, of nee, bij de 10.000 likes op deze video gaat Grain kaal. Toch? 10.000 likes. Like de video. 11.000. Oké, okay, gezegd is gezegd. Like de video. Bij de 11.000 video's gaat Grain kaal. En gaan de dreads gedoneerd worden aan één van jullie. Sowieso. Dus like de video. Check me even chill in dit bed. Heel gezellig. En Louis, wat denkt u van de camper? Ik wil ook in. Hij wil ook in. Toch niet zo in? Van jou, Louis. Iets properder, niet? Ja, dat wat als stier is, zo cool. Eigenlijk is het wel een coole camper. Ja, want als ik dat vergelijk met anderen, is die veel chiller.
Sowieso. Wij gaan hier nu op het gemakje lekker chillen.